Michiel van der Heijden heeft zijn Nederlandse titel MTB geprolongeerd. In Steenwijk was hij de beste bij de belofte. Voor de wedstrijd liet hij zijn licht schijnen over het parcours. Ja, op zich is het een leuk rondje, denk ik. Vrij veel draaien en keren. En ja, het rondje is helemaal in het bos eigenlijk. Dus ja, vrij technische paden nog voor, ja, door middel van die bochten. En ja, ik denk dat het op hoge snelheid dadelijk in de wedstrijd toch wel lastig gaat worden. Om ook in die snelheid in de bochten te houden en uit de bocht. Maar ja, ik vind het wel een leuk rondje, dus ik heb er wel zin in. Wat zijn de moeilijke passages? Alles is eigenlijk wel goed te doen. Maar het is wel vrij lastig om in te halen. Dus de start is hier belangrijk. Want de rest van het parcours is vrij smal. Dus van het begin moeten we er gewoon goed voor inzetten. Bij de elite starten Niels Wubben en Henk-Jaap Moorlach. Wubben staat met hoge moraal aan het vertrek. Je moet hoog inzetten. Ik bedoel, afgelopen winter kon ik heel lang met Lars Boom mee. En ben ik uiteindelijk derde geworden bij het veldrijden. Ja, en misschien... Is er nu wat meer mogelijk? Voor Moorlach belooft het een zware wedstrijd te worden. Hij heeft last van zijn buik. Ik heb meer op de wc gelegen dan gezeten dan op bed, zeg maar. Dus ja, dat is niet goed normaal gesproken. Hè. Maar ja, ik heb wat broodjes gegeten vandaag. En ja, gewoon zuinig omgaan met mijn energie vandaag. Niet als gekte vandoor gaan, maar gewoon profiteren van anderen. Het NK wordt verreden op de Woldberg in Steenwijk. Een snelle omloop met een paar mooie klimmetjes. Bij de belofte rijdt Van der Heijden een superwedstrijd. De 20-jarige Brabander weet een gat te slaan op zijn concurrenten en bouwt snel een voorsprong op. Ja, kom op jongen! Bij de elite blijkt dat de buikproblemen van Moorlach hem toch te veel kracht kosten. Hij kan geen rol van betekenis spelen. Niels Wubben fietst lang mee om de tweede of de derde plaats, maar valt uiteindelijk net naast het podium. In de klimmen moest ik echt op het tandvlees om bij te blijven, want zat ik in de krampen. Ja, en toen hoopte ik het laatste stukje nog wat extra snelheid mee te nemen uit het bos. Alleen ja, net op dat moment slipt mijn voorwiel weg en ja, ik sta zeg maar gewoon overdwars. Ik had geen snelheid meer. Ja, dan is het met nog 50 meter te gaan is het is klaar. Van der Heijden rijdt ondertussen onbedreigd en met ruime voorsprong over de streep. Zijn missie is geslaagd. Ja, ik moest vandaag even kijken hoe het gevoel was, want de afgelopen weken waren het niet super voor mij. Dus ziek de wereldbekers wel. Ja, ik ben na die wereldbeker ziek geworden. En was vandaag even afwachten hoe het ging, want ik heb daarna niet meer gekoerst. En de tweede helft van de wedstrijd ging gewoon hartstikke goed, dus was ik wel blij om. Wat is dit voor gevoel, je titel prolongeren? Ja, het is natuurlijk altijd mooi om Nederlands kampioen te worden. Het is nou mijn 10e trui met de jeugd erbij en op rij. Dus het is altijd wel leuk om in het rood en blauw te rijden. Michiel van der Heijden op de tweede plaats.